Pocket. En dit is Volleyville, de beste plek als je graag een topdag wil beleven. Take a look around your ordinary world. Shake it up to this extraordinary girl. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. Waarom ik vliegende koekjes sta te vangen, hè? Nou, geloof mij maar dat het een goede reden heeft. En een heel goed doel. Hoe lang zal het nog duren voordat Polly klaar is met de koekjes? Als mijn reukorgaan gewoon zijn werk doet, en dat doet het, dan verwacht ik de koekjes in 3, 2, 1. Wie wil er een koekje? Oké, een koekje voor jou, voor jou, voor jou. Oh, je havermoutkoekjes zijn gewoon een kunstwerk, Polly. Absoluut. Nou, blijkbaar houdt toch niet iedereen van je koekjes, Polly? Maar hij is de enige. Ze zijn echt super verrukkelijk. Dit is vreselijk. Lia? Wat is er aan de hand? Het Polyville Park. Ik heb gehoord dat mensen bezig waren om geld in te zamelen voor een schommel, zodat de kinderen kunnen spelen. Dat klopt inderdaad, maar ze hebben nog niet genoeg geld en vandaag is al de laatste dag. Dus dan zal er geen schommel komen? Dat is verschrikkelijk. Ik wil zo graag helpen om de rest nog in te zamelen, maar ik zou echt niet weten waar ik nu dat geld zo snel vandaan moet halen. Oh. Hier, neem een koekje. Daar vrolijk je van op. Oh, ik denk niet dat een koekje me echt kan... deze zijn echt verrukkelijk. Zeg, denken jullie nu hetzelfde wat ik denk? Natuurlijk, ja. Is rubidium een alkalimetaal? Ik heb geen idee, maar het antwoord is vast ja. Ik kan nog wel wat meer vrolijkheid gebruiken. Zou je misschien nog wat meer van die fantastische koekjes kunnen maken, Polly? Oh, absoluut. Maar die ga ik jou niet geven. We gaan ze verkopen om geld in te zamelen voor het park. Oh, dankjewel, Polly. Maar je moet wel opschieten, want het geld moet voor het einde van de dag binnen zijn. Nou, de theorie is simpel. Als we veel geld willen ophalen, Polly, moet je gewoon zorgen voor heel veel koekjes. Normaal maak ik er nooit meer dan 10 tegelijk. Ik heb hulp nodig. Oh, ik ga naar huis en haal mijn helperbot. Nee, dank je, Shani. Je robots zijn altijd fantastisch. Maar dit recept maak ik gewoon met de hand. En als jullie allemaal een handje helpen, dan hebben we zo een hele berg koekjes bij elkaar. Er is één probleem, Polly. Ja, wij weten niet hoe we je koekjes moeten maken. Jullie hebben je eigen talent, toch? Shani, jij weet meer van wetenschappelijke maten dan wie dan ook. Dat is correct. Dan mag jij de ingrediënten afwegen. Chrissy, jij bent de superkunstenares. Dus jij mag de koekjes straks gaan versieren. Gaat lukken. Wat is mijn taak? Er is vast iets heel belangrijks dat alleen iemand met zoveel stijl en smaak als moi kan doen. Yep. Aangezien je zo'n goede smaak hebt, word jij onze officiële koekjestester. Laten we snel aan het werk gaan, meiden. Van lekkers. Oh, wat is dat? Oh, koekjes. Ik wil er een. Ze zijn al uitverkocht. Dat is heel goed nieuws. Nee hoor, we hebben niet genoeg geld verdiend om een schommel voor de kinderen te kunnen kopen. En dat is niet het enige slechte nieuws. Kijk. Zijn de koekjes. De koekjes.
kaartjes zijn op. Maar iedereen die er een gekocht heeft, wil een tweede. En zo te zien hebben ze ook al hun vrienden meegenomen. Nou, eigenlijk is dat helemaal geen slecht nieuws. Met zoveel klanten weet ik zeker dat we nog 1000 koekjes kunnen verkopen. Ja, en dan hebben we wel genoeg geld om een schommel voor de kinderen te kopen. Oh, denk je echt dat ons dat gaat lukken, Polly? Ik weet het wel zeker. Lia, jij blijft hier. Zorg ervoor dat onze klanten nog niet weggaan. Wij gaan nieuwe ingrediënten kopen en koekjes bakken en dan komen we zo snel mogelijk weer terug. We hebben alles al gebruikt dat ik nog in huis had. Dus ik heb een lijstje gemaakt van wat we nog nodig hebben. Oké, om te beginnen moeten we heel veel meel inslaan. Welk meel, Polly? Oh nee, het meel is op. En dat is niet het enige. Als ik de situatie hier goed geobserveerd heb, en dat heb ik, dan zijn veel van de producten die we nodig hebben niet aanwezig. Oké, nog geen paniek. Maar we hebben niet veel tijd meer. Nou, dan splitsen we ons. Ga naar elke plek in Pollyville die je kunt verzinnen. Er moeten nog ergens ingrediënten zijn. Zeg, ik heb niet de hele dag de tijd. Ik ga maar weer eens even wandelen met mijn hond. Wacht! Oh, niet weggaan. Wacht! Ik heb nog iets heel speciaals voor jullie. Boer McDonald had een wijn. Waarom begint ze nou te zingen? Oh, en in die wei daar stond een kip. Ja, ja, oh. Meer kon ik echt niet vinden. Maar dat zijn nooit genoeg ingrediënten. Oh, wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Met deze spullen kan toch geen enkel mens genoeg koekjes maken? Inderdaad, dat zal geen enkel mens kunnen, nee. Huh? Daarom heb ik Shani gevraagd naar huis te gaan voor haar... Mijn helperbot! Gegroet! Toen je me daarnet belde, Polly, ben ik zo vrij geweest om de interne configuratie van de bot te herstructureren... zodat ze alle organische stoffen op kan zetten in bruikbare elementen. Ze kan dus nu eten weer omzetten in ingrediënten die we nodig hebben voor onze koekjes. Goed, maar... Je hoort haar? Breng alles hierheen! Ordinary world, shake it up with this extraordinary girl. She's here to change your ordinary view, to make it exciting and new. Ik moet toegeven, die robot is echt heel snel met koekjes bakken. Waarom hebben we haar niet eerder gebruikt? Oh, dit smaakt verschrikkelijk! Nou, dat bepaal ik wel. Ik ben immers de officiële koekjestester en... Oh, mijn hemel, dit is smerig! We moeten echt nieuwe maken, hoor. Dat kan niet. We hebben elke druppel mosterd en ketchup gebruikt die er in huis was. Nu hebben we geen eten meer voor de helperbot. En we hebben trouwens niet genoeg tijd om opnieuw te beginnen. Oh, ik vrees dat de kinderen nu toch geen schommel krijgen in het park. Geloof me, deze wil je echt niet. Oh, er is toch nog iemand die ze lust. Ja, dat is heel leuk voor hem. Maar helaas vrees ik dat we nooit genoeg mensen bij elkaar gaan krijgen die net zo van vieze koekjes houden als je hondje.
Inderdaad! We gaan nooit genoeg mensen vinden die deze koekjes lusten. Maar waarom ben je dan zo opgewonden? Omdat ik bedacht heb hoe we met deze koekjes toch genoeg geld voor een schommel kunnen ophalen. Ik ben blijkbaar een betere tapdanser dan ik zelf had gedacht. Ja! Het is gelukt! De nieuwe koekjes zijn op tijd klaar! Nou, eigenlijk niet hoor. Het is mislukt. Huh? Wat zegt ze? Huh? Dat is vreemd. Zeg, wat is hier aan de hand? Gemaakt? En niet zomaar hondenkoekjes. Nee, serieus, ik heb met Janie nog nooit zo zien smullen. Ik wilde koekjes voor mezelf kopen. Maar nu ik zie hoe lekker Janie jullie hapjes vindt, geef ik mijn geld liever uit aan een extraatje voor haar. Vier bakjes kofferaan. Ik zeg altijd maar, er is niets dat je niet kunt bereiken zolang je je fantasie maar gebruikt. Ons plan om koekjes te gaan verkopen veranderde uiteindelijk in een geweldige verrassing voor iedereen, maar het is wel gelukt. Nu hebben we genoeg geld en ook nog net op tijd. Eerlijk gezegd is het resultaat vandaag niets minder dan verrukkelijk.